Ik neem u graag even mee naar Peru, waar wij ons project hebben. En ik laat u even onze prachtige Andes zien, zodat u een beetje in het gevoel komt van hoe het leven bij ons is. We gaan nu terug naar 2001. Er wordt gebouwd aan ons project voor Niños del Arcoíris. Een deel van de muur is al klaar, maar nog steeds is er niet de inmiddels rode beroemde poort. We hebben nog steeds het kleine houten poortje. U ziet ook dat de ruimte achter de houten poort nog leeg is. Er is nog niets, er is nog geen dagcentrum. We zijn nu in 2013, september. Onze kinderen van onze basisschool komen naar school. Wij starten onze basisschool begin 2012. En wij maken hier heel veel kinderen ontzettend gelukkig mee. Omdat zij nu recht hebben, eindelijk, op goed hoogwaardig onderwijs. Ik zit hier eventjes op deze paaltjes. Nu is het hier nog heel rustig om me heen. En jullie zien achter mij allemaal immens grote rotsblokken. En op dat stuk waar die rotsblokken liggen, gaan wij voor onze regenboogkinderen de dagopvang bouwen. Hier waren we even terug in 2001, waar nog een lege ruimte was. En nu zijn we weer in 2013. En u ziet ons dagcentrum. Daar waar nu onze lagere school is en vroeger familiehuis, zijn we ook in 2001 nog aan het bouwen. Dit is het lokaal waar nu groep 6 is. En daar waar mensen aan het werken zijn, zijn nu de lokalen van groep 4 en groep 5. De kinderen komen naar school. Om 8 uur 's ochtends starten onze lessen. We zijn nu op bezoek bij groep 3 met professora Margot. We zijn nu op bezoek bij groep 4 met professor Julio César. We hebben de pauze van 10 uur. Want dan hebben de kinderen er al 2 uur lestijd op zitten. Kijk maar eens wat voor een kleine circus artiestjes wij al hebben. We zijn nu op bezoek bij professor Araceli in groep 5. En zijn nu in groep 6 bij professor Pacho en zijn klas. Om 12:30 komen de kinderen van boven, waar zij hun lagere school hebben, hun basisschool, naar ons dagcentrum. De tafel staat gedekt en ze ontvangen allemaal een nutritieve, gezonde maaltijd. En gelukkig zien we nu dat de chronische ondervoeding, waar zij alle aan leden, iedere dag een stuk beter wordt. En dat we dat achter ons kunnen gaan laten.
is het niet heerlijk, al deze blije gezichtjes te zien. En ook deze nu schone kinderen. En natuurlijk wordt er na het middagmaal worden de tanden gepoetst. Het is nu nog steeds pauze. En de kinderen hebben allerlei leuke speelmiddelen. Ook voor hun motoriek. Om zich mee te vermaken. Er wordt gerend, gespeeld, gebald, gebadmintond, getafelvoetbald. En ook vadertje en moedertje gespeeld. Ook is er plaats voor speciale kinderen bij ons. Deze kinderen zijn bij ons gelukkig. Want ze worden niet gediscrimineerd zoals op andere plekken. Smiddags hebben de kinderen hun workshops. En eens per maand geven ze een uitvoering van al het nieuwe wat ze geleerd hebben. Voor al hun schoolgenootjes. Kinderen hebben workshops in Engels, in Quechua, in handenarbeid, in theater, in dans, in computerkunde. En zij genieten ervan. En ze leren zoveel. Kijk eens naar haar prachtig gemaakte spullen. En vrijdagsmiddags is het filmmiddag. Altijd een educatieve film. En ze vinden het heerlijk. Begeleid met hun popcorn en hun huisgemaakte limonade. En dan gaan ze naar huis om 4:30 vrijdagsmiddags met brood meenemend voor de hele familie. En zaterdags eens in de 14 dagen hebben we ouderschool en komen de ouders. En nu krijgen ze les van een psycholoog op voedkunde en hoe ze hun kinderen positief kunnen stimuleren. Ook met dynamische begeleiding. De ICT-opleiding onder leiding van onze professora Carina. De zo belangrijke Engelse lessen onder leiding van professor Atai. Hello to all of you. My name is Elizabeth. I am 21 years old. I want to thank our friends and benefactors from Holland for the opportunity to stay hotel reception at the Foundation Niños del Arcoíris. This is such a great opportunity for all of us. Without your help and support, it wouldn't be possible. That is, there is why we want to thank you for the bottom of our hearts. Thank you very much. Hello to all of you. On behalf of my classmates and myself, I want to thank you, our friends from Holland, for giving us opportunity to follow an interesting career and as a consequence to having better future. Thank you very much! We zijn nu in een praktijkles snijden van professor David. Tafeldekken. Want alles moet geleerd worden. De leerlingen lopen ook stage bij ons. In ons hotel Las Casitas del Arcoíris. En zijn nu bezig met housekeeping. Weer onder leiding van hun leraar, professor David.
I got music running in my brain. Alles moet perfect in orde zijn, tot het strikje van de badjas. We krijgen veel gasten van Abercrombie & Kent en onze leerlingen lopen dan stage. Deze gasten komen en hebben een lunch bij ons, waarvoor ze betalen en wat weer ons helpt om geld te genereren voor de toekomst van onze kinderen. Wij gaan nu naar onze medische en tandheelkundige praktijk. De patiënten zitten te wachten. Maandags, woensdags en vrijdags zijn de consulten in de praktijken binnen onze rode poort op het project. En ach, hoe prachtig is het ook om mensen een totaal nieuw uiterlijk te geven, zodat ze weer kunnen eten na jarenlang tandloos rondgelopen te hebben. En dat zijn momenten die voor deze mensen zo belangrijk zijn. En die ons ook heel gelukkig maken. Kijk eens naar deze prachtige nieuwe glimlach. Ja. Ja. Dinsdags en donderdags worden de bezoeken gebracht met ons programma in de leefgemeenschappen Familia Saludable. Dit is een medisch, sociaal, integraal project waar wij de families bij helpen, ze betere hygiëne brengen, naar alle problematiek kijken die er is, zorgen dat er een hygiënische hoek komt, dat er voorlichting gegeven wordt. Er wordt gekeken naar mishandeling, naar sexual abuse, alles wordt meegenomen. En kijk eens naar de hygiënische omstandigheden hier. Dit is de keuken. En alle huisdieren die eigenlijk in kooien buiten moeten zitten, leven hier. Er wordt gekookt in een hoek. Er is geen schoorsteen. Dus u kunt zich voorstellen dat al de partikeltjes door de lucht zweven en wij heel veel problemen hebben met lucht en longen. Luchtwegen, pardon, en longen. Don Francisco, daar zorgen wij voor. Iedere dag wordt zijn eten naar hem toegebracht. Zonder ons zou hij niet meer leven. En hij wordt ook bezocht eens per week. Hij krijgt zijn medicijnen en wij houden hem ontzettend goed onder controle. Dit is zijn huis. Canta mi corazón. Ja, Tailapi, die. Ja. Para los Ay, nomás. Niños. Tranquilo nomás. Oude mensen worden heel vaak vergeten in Peru. In hele trieste, maar zoveel voorkomende problematiek. En wij houden al deze oude mensen ontzettend onder controle en in de gaten. En organiseren ook dagen voor hen. Zodat ook zij weer zo nu en dan kunnen voelen dat het leven toch nog een glimlach heeft. Twee keer per jaar gaan we naar de ver afgelegen leefgemeenschappen en blijven daar een week kamperen om mensen van de nodige medische zorg te voorzien. En dit zijn mijn jongens. Het zijn er tegenwoordig nog maar 5 in huis. 7 studeren in Cusco. En wij hebben iedere zondag onze cirkel, ons kringgesprek. En dan delen we veel samen. We praten over het leven, over alles wat in ieder van hen leeft. Ik ga u nog aan meer medewerkers voorstellen. Onze 2 keukenprinsessen, Signora Hortensia en Signora Nora. Iedere dag zorgen zij dat 150 mensen een bordje
gezond en lekker eten in hun maag krijgen. En dan gaan we naar onderhoud. Hoofdonderhoud Walter, hier met zijn masker. En bijgestaan door Ruben. Zorgen dat leermiddelen gemaakt worden, dat alles weer gerepareerd wordt. Want iedere keer is er van alles kapot en moet er van alles weer aan het onderhoud gedaan worden. En hier zit Lucio. Hij zorgt voor onderhoud, tuinen. En Don Pablo. Met liefde voor de jonge plantjes zorgen. We zijn nu op kantoor. U ziet Rossi. Nacho. En Yoshi. En nu zijn we in ons hotel. Las Casitas de las Coiris. Verena, de manager, pratend met een klant. Juan en Delfina. Twee oud-leerlingen van onze middelbare beroepsopleiding. Die nu vast werk bij ons hebben. De gasten worden verzorgd met liefde en aandacht. Wij hebben een paar festivals per jaar die belangrijk zijn voor de kinderen. In april hebben wij de dag van het Peruaanse kind. Het kind dat zo vergeten wordt. Een geweldig feest voor hen. Zij worden dan verwend en in het zonnetje gezet. En wij hebben nu ons festival voor talent. Op de achtergrond ziet u onze professor Carlos, directeur van onderwijs. En kijk eens wat een talenten we hebben. Het is zo belangrijk dat wij zorgen dat deze kinderen hun talenten gaan kennen en dat ze iets goeds mee kunnen doen. Deze meisjes komen van een ver afgelegen leefgemeenschap. En ach, wij wilden toch dat zij ook een prijs kregen en gingen toen naar hun schooltje om nog 3 fietsjes te brengen, overgebleven uit ons fietsenproject van 2011. Wat waren ze blij. Canta mi corazón. Para los niños. Wij namen u via dit korte filmpje mee naar ons project Niños de la Coiris in Urubamba. In de heilige vallei van de Inca's. Wij namen u mee op zomaar een dag en u zag alle activiteiten die wij op zomaar een dag uitvoeren om kinderen, jongeren en hun families een betere toekomst te geven. En dat doen wij door middel van educatie en gezondheidszorg. Maar wij nemen geen afscheid van u voordat wij u en u ziet wij een kloppend dankbaar hart voor u gevormd hebben. Ja, danken. En wij willen u danken. Ons bestuur van Stichting Coiris. En al die fantastische vrijwilligers. Voor al het werk dat zij iedere dag opnieuw. Zo met hun hart en met zoveel bevlogenheid voor ons doen. En wij willen danken. Alle die ons steunen. Want zonder uw trouwe steun. En zonder uw support. Zouden wij hier geen kloppend hart kunnen zijn. En nu gaan wij u danken. Vanuit ons levende, kloppende hart. Hier, vanuit ons project. En nemen daarmee afscheid van u. Canta mi corazón. Para los niños y sus niños, canta libre de mi madre y mi padre, canta libre, canta.
libre.